Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. Vandaag leren we de letters van het alfabet. Letters, Max? De letters van het alfabet? Oh, kan je spelen met letters? Letters gebruik je om woorden te maken. En vandaag kijken we naar F tot en met J. Laten we snel beginnen. De eerste letter van vandaag is de letter F. Deze prachtige vogel is een flamingo. De volgende letter die we gaan bekijken is de letter G. En ook al zou je het niet zeggen, giraf begint met een G. Weten jullie hoe deze letter heet? Het is de letter H. Ach, wat een schatje. Hond begint met een H. Dit streepje naar beneden is de letter I. En het land van pizza en pasta's heet Italië. De letter J lijkt op de I, maar dan met een boogje eronder. En dit is een jas. Dat woord begint met een J. Dat was leuk, Max. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? En vandaag beginnen we dan met de letter F. Wat een mooie. Hier zie je een flamingo. En de flamingo begint met een F. Ah, kijk. En dan gaan we door naar de grote G. Joepie! Het dier wat je hier ziet is een giraf. En die begint met de letter G. Deze twee lange strepen met het kleine streepje ertussen, dat is de H. Oh, een lief hondje. Het woord hond begint met een H. En dan hebben we de letter I. Dat is een soort lange streep naar beneden. Oh, gaan we op vakantie naar Italië? Italië is met een I. En dit is de letter J. Een soort I, maar dan met een boogje eronder. En hier zien we een jas. Het woordje jas begint met de letter J. Woehoe! Yeah! Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De G van de giraf. Die is zo leuk. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Story Zoo. Wist je dat er ook een Story Zoo shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Story Zoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht. Klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.